Goedemiddag allemaal, welkom bij deze update slash challenge video die ik gisteren te horen heb gekregen dat ik een challenge heb gehad. Voordat ik ga beginnen wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor zoveel comments die ik heb gekregen op Super Meat Boy. Ik ben gisteren bij Game.com geweest, ik heb weinig fanmail kunnen checken. Op het moment dat ik thuis kwam was mijn mailbox gewoon helemaal geëxplodeerd voor verzoekjes en vragen van ja, ga dit 100% doen. Dus over Super Meat Boy kan ik alvast heel eventjes zeggen, ja, wij gaan verder met Super Meat Boy. Dus, maar daar kom ik dadelijk nog heel eventjes verder op. Ik heb een challenge gehad, ik moet in F5 moet ik TNT run gaan doen, dus dat ga ik dadelijk ook zeker proberen. Maar ik wil eerst heel even, omdat er zoveel reacties waren gekomen en ik dus helaas niet zo in zo'n korte tijd zeg maar het allemaal kon beantwoorden, doe ik dat gewoon in deze video. Dus om te beginnen, ik heb heel veel vragen gehad over of ik Super Mario 3D World wou gaan doen. Mensen vonden het jammer dat ik zo Treasure Tracker niet kon doen in verband met dat ik zeg maar een jaar wacht. Nou, heb ik goed nieuws voor jullie. Dan wil ik jullie heel eventjes laten zien. Ik sta hier nou op het kanaal van De Touwler. En als je dus zeg maar bij zijn video ziet, ik zie hier al Captain Toad staan. Als je nou op de facecam klikt, dan kom je automatisch bij dat videootje terecht. En wat betreft Super Mario 3D World, die zal ik jullie ook eventjes laten zien. Want als ik naar afspeellijsten toe ga, dan heb je hier. Ik hoop eventjes dat het goed staat, want ik ben hier eventjes aan het kijken. Ja, hier heb je dus zeg maar Super Mario 3D World ook al gedaan door De Touwler. En in mijn schema heb ik helaas nog niet 3D World ingepland staan. Maar wil je die dolgraag zien, dan kun je hem hier alvast kijken. Klik op mijn gezichtje, dan kom je automatisch bij de afspeellijst en kun je natuurlijk kijken. Ik moet zeggen, ik vond ze heel erg leuk gemaakt van De Touwler. Het is zeker een aanrader. Dus ik heb ze nog niet helaas op de planning staan, maar ze worden al gedaan. Toad Treasure is net begonnen. De Touwler is er hard mee aan bezig, heeft er heel veel plezier in. Dus ben je toch nieuwsgierig, zou ik zeggen, kun je natuurlijk daar kijken. Verder wil ik ook heel eventjes zeggen dat ik moet wel zeggen dat die banner die hij gemaakt heeft, die vind ik heel erg mooi. Ik weet niet, staat dat goed in beeld? Even kijken. Ja, mijn hoofd staat er een beetje voor, maar je ziet dus zeg maar ons team, de handdoekcrew, zie je daar echt naast staan. Ik vind dat echt heel erg leuk. Maar daar wil ik heel eventjes natuurlijk ook voor zeggen. Verder wil ik ook nog een hele speciale dankjewel maken naar Old Ways to Gaming. Want Old Ways to Gaming, jullie zien nou hier eigenlijk de thumbnail design voor de aflevering van vandaag. Die wordt iets later geüpload, ik moet dat nog heel eventjes bewerken, dus sorry als hij wat later is. Maar ja, ik heb gisteren een hele drukke dag gehad, mijn stem is ook een beetje nasengrootje. Dus ik ga daar zo snel mogelijk aan werken. Ik hoop dat hij vandaag zo zeker online komt. Dus, en natuurlijk komt er meer als alleen maar twee afleveringen, want jullie hebben het gevraagd. Dus dat wordt nog een ellende van hier op beginnen. Ik zal hem sowieso vragen, mocht er nodig zijn om dan meer thumbnails te maken, mochten er meer afleveringen nog gaan komen. Dus, Old Ways to Gaming, heel erg bedankt voor het maken van deze awesome thumbnails. Heel erg bedankt daarvoor. Nou, dan gaan we dan gelijk over. Even kijken, heb ik nou alles gemeld? Nog één ding. Luigi Player, giveaway, DocTag, dankjewel Greg, nog niet onderweg, dat kan morgen pas, aangezien het is zondag, dus ik stuur hem morgen gelijk naar je op, ik heb je adres binnengekregen, dus hartelijk dank daarvoor en natuurlijk nogmaals gefeliciteerd namens het hele handdoek crew. Ik hoop dat ik dat zo mag zeggen, anders gaat iedereen van, nee, ik denk dat hun dat ook al, dus in ieder geval namens mij bedankt en ik neem aan, de anderen hadden jou ook al gefeliciteerd, dat komt wel goed, ik blijf erover doorhanden, dat is helemaal niet de bedoeling. Had ik nog meer? Ja, ik heb trouwens nog één leuk ding. Dat kan ik denk ik alvast vertellen. Want ik denk dat nieuw Super Mario Bros. Wii dit de laatste week is. Tenminste, daar ga ik wel van uit. Aangezien dat we al op wereld 8 schip zitten. En dat we dus nog maar weinig... hebben nog maar één wereld. Dus ik denk nog maar 3 afleveringen of zo. Hopelijk 4. Mocht dat het geval zijn, dan hebben we dus zeg maar een vrijdag even geen upload. Want dan ga ik gewoon maandag beginnen aan de volgende Let's Play. En ik denk dat ik er alvast een hint voor kan gaan geven. De hint die ik daarvoor ga geven is... vanaf dat moment... is het touweltijd. Ik had eigenlijk februari in mijn hoofd, maar aangezien dat de Let's Play eigenlijk al stopt, einde van deze week, zeg ik dus touweltijd. En dat wil niet zeggen dat het multiplayer gefocust gaat worden, maar voor de mensen die het weten, ik heb heel erg veel cadeautjes gehad van De Touwler, dus de volgende Let's Play is eigenlijk ook een cadeau die ik heb gehad van De Touwler, dus meestal van jullie zullen het al weten, maar ik wil jullie gewoon alvast een hint geven, want jullie zijn gewoon awesome. En dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, ik weet het, ik zeg het heel erg vaak, maar jullie zijn awesome. Gisteren heb ik bij Game.com gezeten, ik heb heel eventjes mijn internet aangezet, Meat Boy stond pas
4 uur of zo online. En ik had al iets van 60 berichten binnengekregen van jullie. En dat was gewoon geweldig. Ik had echt zoiets van, oh, dadelijk als ik thuis kom, kan ik al die berichten gaan lezen. En het was zoveel. Dus ja, wat ik van de berichten heb begrepen. Ja, over ja, de Mario 3D World en de Toad Treasure Tracker. Ja, dat is bij deze dus dan beantwoord. En heel erg bedankt voor alle complimenten en positieve reacties over Meat Boy. Aan de andere kant denk ik bij mijn eigen... Ik weet zeker over een paar weken, dan denk ik bij mijn eigen... Nee, geen Meat Boy. We zullen het zien, ik weet niet hoe dat gaat lopen. Maar goed, we gaan naar de challenge nou toe. Dus terug naar Minecraft. Oké, nou ik zei hier dus nou een TNT run in de Minecraft-series. En dan was ik uitgedaagd door de Towler om het in F5 te gaan spelen. En dus niet één keer F5, maar twee keer op F5. Dus ik zet F1 ook uit, dan kan ik niet zien hoe ver dat ik ben gegaan. En ik moet dus zo, moet ik dus TNT run gaan doen. Nou, oké, Towler, ik accepteer jouw uitdaging en we gaan het gewoon proberen. Hallo, waarom staan jullie? Ga weg! Ga weg, jullie! Oké, nou, ik weet niet, zeggen hun niet? Nee, hun zeggen, has quit. Oh. Nou ja, ik zie jullie, ik knip heel eventjes naar voren toe totdat het, ja, begint. Dus, tot zo. Oké, nou, ik ben benieuwd hoe dat ik het ga doen in deze rare... Oh mijn god, dit is lastig. Oké, ik ga gewoon rennen. Dit is een dom idee. Dit is een heel erg dom idee. Oké, ik ga gewoon... Ah, nee, ik val al. Oh mijn god, dit is moeilijk. Oh boy. Ik verspreek hier gewoon mijn dubbeltje. Ik wil niet als eerste doodgaan. Daar zit ik echt niet op te wachten. Dus, ik spring daar zonder reden. Daar is geen weg weer. En dan val ik weer. Ik wil niet als eerste... Oh mijn god, dit is moeilijk. Jeetje. Ik zou echt een aanrader om dit een keer zelf te proberen. Ik heb geen double jumps meer. Ik ben niet als eerste doodgegaan. Even kijken. Waar ben ik? 17 players remaining. Nou, ben ik best wel snel. Ik bedoel, de Towler die kreeg het voor elkaar om zevende te worden. Wow. Maar ja, wil je het een keer voor jezelf uitproberen? Ja, het is op Hypixel TNT run. Ja. Nou, Towler, daar heb je het. Ik heb je challenge gedaan. En jeetje, dat is een stressvol iets om gewoon, zeg maar, zo te kijken. Het deed me een beetje denken aan Crash Bandicoot. Als je de bolder op je afkrijgt, dat je dan zo snel mogelijk ervan weg moet rennen of zo. Iets in die trend. Maar ik denk dat Meat Boy me meer rage gaat geven. Dus ik dank jullie voor het kijken naar deze special video. En ja, ik zorg ervoor tot Meat Boy Part 2 zo snel mogelijk online komt. Old Wasted Gaming, nogmaals bedankt voor deze awesome thumbnails. De Towler bedankt voor Meat Boy als cadeautje. En ja, de hint. Welk spel dat dan gaat worden, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar dat zal dus volgende week gaan beginnen. En natuurlijk zou ik het ook nog een keertje melden in New Super Mario Bros. Maar ik dacht bij mijn eigen. Hach, laat ik hem al een beetje eerder zeggen. Dus, Luigi Play nog eventjes naar jou toe. Mocht je de dogtag binnen hebben gekregen, laat het alsjeblieft een keertje weten. Dan weet ik in ieder geval dat alles goed is aangekomen. Ik stuur hem morgen op, dus ik verwacht dat hij woensdag of donderdag aan zou komen. Dus, en misschien komt er nog binnenkort weer een giveaway. Oké, vooruit dan. Om heel eventjes dan toch maar te vertellen, bij de volgende Let's Play, die dus na New Super Mario Bros. Gaat komen, dankzij Gamepit. Gamepit heeft mij weer een dogtag gedoneerd. Speciaal om deze dus zeg maar te kunnen geven weer als giveaway. Dus dankzij Gamepit heb ik dus hier weer een hele leuke giveaway die ik weer weg kan geven bij de volgende Let's Play die na New Super Mario Bros. Gaat komen. Informatie over hoe dat je die gaat winnen gaat natuurlijk wordt uitgelegd in aflevering 1 van die Let's Play. Dus ja, dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Hebben jullie in ieder geval ook weer iets om naar uit te kijken. Ik zal wel zeggen, voordat jullie vragen gaan stellen, mensen die al gewonnen hebben van de dogtag, die zullen helaas dus zeg maar niet nog een keer kunnen winnen tot ze twee dogtags winnen. Het is echt dat zeg maar iedereen een kans moet kunnen maken. En degene die al een dogtag hebben, die worden natuurlijk niet geselecteerd. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Maar goed, meer daarover natuurlijk bij de start van de nieuwe Let's Play. Mocht je nog vragen hebben, altijd link staat in de beschrijving. Serieus, check de Towler's kanaal ook uit. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt, als je daar de zin in hebt. Ik moet zeggen, ik vind het kanaal heel erg geweldig. En ik ben hem ook heel erg dankbaar voor alle support die hij mij heeft gegeven. En verschillende games en noem het maar op. Dus met dat dank ik jullie voor het kijken. En ik ga snel beginnen aan het editen voor de video van Meat Boy 2. Dus ik hoop jullie daar te zien. Dus bedankt voor het kijken en tot daar.
Doei! Nee, voordat ik doei zeg. Ho, stop, terug. Even over Meat Boy. Aflevering 2 is tegelijkertijd opgenomen met aflevering 1. Nogmaals, het was blind. Op het moment dat ik heb gelezen dat Meat Boy gevraagd werd of ik die echt grondend grotendeels zou doen, heb ik er even wat informatie over gezocht. Ik weet dat je bandages moet zoeken om karakters te unlocken of iets. Ik weet dat je een A-rank moet krijgen om een Dark World te openen. Dus in part 3 ga ik waarschijnlijk beginnen met de Dark World. Dus daar ben ik van op de hoogte. Ik weet niet precies wat ik allemaal in part 2 zeg nog. Tot ik echt niet weet van hoe en wat. De deurbel. Maar goed, dat is dus... Ja, dat is dus zeg maar, ik ben ervan op de hoogte. Heel erg bedankt voor het te vertellen en alles. En veel plezier met part 2. Dus ik ga nu echt, want de deurbel gaat. Dus doei!